staan hier op een heel bijzonder plekje in de binnenstad. Hoog boven, op dakhoogte. En het is een ontwikkeling in de Benschoppenstraat 1416, waar de apotheek was gevestigd, die is verplaatst. En Arie de Wit heeft het initiatief genomen om dit pand te kopen en hier ontwikkeling op gang te brengen die een hele mooie bijdrage is aan de kwaliteit van de binnenstad ook. Het wonen in de binnenstad wordt bevorderd. Er komen hier 7 appartementen en die appartementen zijn zodanig ontworpen dat je optimaal gebruik maakt van alles wat je hier om je heen al bij wijze van spreken cadeau krijgt. Met prachtig zicht op de kerken, op de molen, op de Gerbrandytoren, de belangrijke elementen in de binnenstad van IJsselstein. Ik ben er al best lang mee bezig om iets te verzinnen en te verwerven om iets moois te maken. Nou, en dat is eigenlijk gelukt. En dankzij jouw mooie ontwerp en hebben we eigenlijk veel lol gekregen aan de dingen om toch IJsselstein weer een stukje mooier te maken. Ik wil er nog aan toevoegen dat het voor ons ontzettend speciaal is om in zo'n binnenstad te werken. En met name de inpassing van alles wat er is ontworpen. Om dat op een juiste en een goede manier hier binnen zo'n binnenstad voor elkaar te krijgen, dat is een uitdaging. Dat is heel erg leuk om te doen. En de samenwerking is al vele jaren oud. En dus dat betekent dat we goed op elkaar zijn ingespeeld. En dan is het toch heel erg mooi om zoiets bijzonders op zo'n klein terrein in wezen, om dat te maken. Nou, we hebben ook alles in 3D getekend. En vervolgens gaat de aannemer aan de slag en dan komt alles tevoorschijn. En dan kun je checken van wat er allemaal, hoe het allemaal in werkelijkheid in elkaar zit. En dan blijken er allerlei kleine afwijkingen in te zitten. Die zitten er standaard altijd in, dat weet je van tevoren. En dan kun je ook in overleg met de aannemer kijken van hoe je de dingen dan precies oplost. En dat maakt het altijd een heel interessante klus om te doen.